De enige man bij Willem II die nog alle minuten speelde. Quizje, wie was dat? Is dat zo? Daar lag man. Ja, helemaal goed. Ja, top. Wist je dat? Of, Nee, wist ik niet. Ik ben er ook niet echt mee bezig. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk minuten te maken. Zoveel mogelijk, eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Toch? Dit seizoen, vorig seizoen ook. Ik denk dat ik toen ook in top zat. Het lukt aardig dit jaar, toch? Sorry? Het lukt aardig dit jaar, toch? Qua wedstrijden bedoel je? Ja, jawel. Ik speel alles. Het begin was nog niet helemaal soepel. Maar toen ik terugkwam van het toernooi, dus ik had wat moeite. Maar het gaat nu wel wat beter persoonlijk. Ja, logisch dat je alles speelt. Of hoe kan het dat de trainer jou elke keer de hele wedstrijd nodig heeft? Verklaring voor? Ik weet niet of ik denk zelf. Ik denk gewoon dat ik het goed doe. Natuurlijk zijn er wel wat momenten in de wedstrijd dat je denkt van moet je die keuze wel maken. Maar dat ligt ook wel een beetje aan mijn spel, dat ik gewoon graag risico neem. Maar ja, of er is niks beters of ik ben de beste. Ja, het is maar net hoe je het wil zien. De laatste weken hebben jullie een aantal uitzendingen gespeeld die heel belangrijk waren. Ook de komende weken zijn er weer een aantal belangrijke wedstrijden voor Willem II. VVV uit, thuis tegen Sparta, dan haal je 2 punten. Je hoort misschien al mijn stem en misschien ook wel de stem van supporters. Dat prestaties waarvan je kan denken, had misschien wat meer mogen zijn. Ja, het is teleurstellend. Zulke resultaten dat je gelijk speelt. Enige pluspunt daarvan is wel dat je terugkomt. Tegen Sparta, tweede helft, dat je dan gewoon van 2-0 achterstand 2-2 maakt. Dus dat op dit moment wel een pluspunt. Het liefst win je hem natuurlijk. Tegen VVV eigenlijk precies hetzelfde. Maar ja, ik denk dat het gewoon aan het begin van de wedstrijd ligt dat we gewoon niet scherp genoeg zijn begonnen. Ja, de trainers afgelopen zaterdag, van die gaan we nog eens flink over napraten. Dus wordt stevig geanalyseerd deze wedstrijd. Terwijl tegen VVV bedoelde hij toen. Is dat ook gebeurd afgelopen week? Ja, normaal krijgen we beelden te zien. Maar nu wou hij graag weten wat de spelers ervan vonden. En ik denk dat er wel gewoon eerlijke woorden zijn gesproken. En staan de trainer zelf wat hij er daarmee doet. Maar ik bedoel, ik denk dat we wel gewoon eerlijk tegen elkaar hebben gezegd wat we van elkaar verwachten. En ook van de trainers en de trainers van ons. En ik denk dat het nu wel duidelijk is. Ja, het gaat niet weer gebeuren komend weekend dat jullie op een achterstand van 2 doelpunten terechtkomen. Nou, ik mag hopen van niet. Nee. Ik bedoel, het zou zomaar kunnen, maar dan moet het denk ik meer gaan dat hun echt gewoon goede uitgespeelde kansen hebben dan dat wij zo zwak beginnen aan de wedstrijd. Ja, 2 wedstrijden thuis komen eraan. Heracles en NAC. Nou, die laatste kunnen we volgende week gaan hebben natuurlijk. Maar nu eerst Heracles. Dat zijn ook weer 2 potjes waarvan ik denk, ja, op papier zou je daar gewoon 6 punten kunnen halen. Ja, ik denk dat je elke wedstrijd wel gewoon 3 punten kan halen. Maar ja, ik denk dat dit wel wat de makkelijker tegenstanders op papier zijn. 6 punten is niet onmogelijk. Maar ja, als je het niet haalt is het natuurlijk ook weer... Dus ik denk niet dat je er veel over kan zeggen. Maar ja, 6 punten moet mogelijk zijn inderdaad. Ja, het zelfvertrouwen bij jullie is dan nog wel aanwezig. Ja, goed, je komt wel 2 keer terug natuurlijk. Hè? Tegen Sparta van een achterstand terug, tegen VVV van een achterstand terug. Ja, ik denk niet dat het veel heeft gedaan met het zelfvertrouwen dat je achterkomt. Ik denk gewoon meer dat het heeft te maken, ja, ik kan er niet echt iets op leggen of zo, een duim op leggen van wat het nou precies is. Het is qua spelen is het verschillend, maar ik voel nog steeds het zelfvertrouwen in mezelf en in een team wat ik hiervoor ook voelde. Alleen het is wel weer gewoon lekker als je gewoon met 3 punten van het veld afstapt, dan voel je je toch wat lekkerder. En elke wedstrijd is op zich een nieuwe wedstrijd, dus ja, het is elke keer weer verschillend, maar ik denk gewoon dat er wel zelfvertrouwen is in de ploeg. Ik al zei, nog geen seconde heb je gemist dit seizoen. Is dat een doel op zich om ze alle 34 te spelen? Of is dat voor een verdediger? Is dat haast onmogelijk als je een keer een kaart pakt, dat soort dingen? Ja, ik pak ook niet veel kaarten. Dus misschien dat het voor mij wel mogelijk is dat ik 34 wedstrijden speel. Ik ben ook niet vaak geblesseerd. Moet ik natuurlijk ergens afkloppen. Maar, snel doen. Ja, nee, maar ja. Je probeert jezelf gewoon fit te houden. En ik denk dat iedereen wel dat in hun hoofd heeft. Om gewoon zoveel mogelijk wedstrijden te spelen.